Het bleek dat ik nog geen filmpje had over slimme objecten. En dat is eigenlijk best zonde. Want slimme objecten zijn uh, ja, rete handig om het maar even zo te stellen. Wat is een slim object? Een slim object is een aanpassing van je laag. Nu heb ik een laag en die heet achtergrond. En als ik daar dingen op ga doen, dan wordt dat destructief, zeg maar. Als ik bijvoorbeeld zeg van nou ik wil met aanpassingen een curve toe gaan passen. Ik maak de foto iets contrastrijker en ik druk op oké. OK, dan zie je dat er iets veranderd is. Als ik het bijvoorbeeld even ongedaan maak, dit was de before en dit is de after, dan zie je dat er meer contrast in zit. Maar op zich, de bewerking is ook gewoon meteen definitief doorgevoerd. Ga ik nu verder in de foto en vind ik later dit contrast niet mooi, dan kan ik nooit meer terug. Dus ik maak dit even ongedaan. En je kunt natuurlijk ook gewoon met een aanpassingslaag werken op curve. Dan komt het er als een soort filter boven en ik kan altijd nog gewoon terug om het aan te passen. Maar er zijn ook filters die werken niet als een aanpassingslaag. Bij de aanpassingslagen heb je alleen maar dit als keuze voor filters, maar er zijn natuurlijk nog veel meer andere filters. Stel dat ik bijvoorbeeld de achtergrond waziger zou willen hebben. En dat ga ik doen met uh, Gaussiaans vervagen. Dat zou betekenen dat ik eerst de laag moet dupliceren met Ctrl J en op mijn nieuwe laag zou ik dan een vervaging van Gaussiaans vervagen toe kunnen passen. Ik ga even wat hoger zitten om het gewoon mooi goed te laten zien. En ik zou met een masker in dit geval mijn model gewoon weer beter zichtbaar kunnen krijgen. Door gewoon in het masker met zwart te verven. En het model komt tevoorschijn. Alleen ik heb nu een nieuwe laag gemaakt. Ben ik niet tevreden over deze vervaging, zou ik al deze stappen opnieuw moeten doen? Nieuwe laag, nieuwe vervaging, nieuw masker en weer uitmaskeren. Dat kan ook anders. Wanneer je een laag selecteert, zou je er met rechts op kunnen klikken en kiezen voor omzetten in slim object. En je ziet dat er bij het icoontje een heel klein vierkantje komt wat aangeeft dat het een slim object is. En ga ik nu bijvoorbeeld het filter vervagen Gausciaans vervagen toepassen. Dan zie je dat er rechtsonder iets veranderd is. Er komt een groep bij, en die groep heet slimme filters. En daar staat onder Gaussiaans vervagen. En dat is mijn filter in kwestie. Er staat een oogje voor, ik kan het dus uitzetten. Of als ik er weer op klik, staat het weer aan. En het voordeel is ook, als ik nu op het woord gaussiaans vervragen klik, dan komt mijn filter weer tevoorschijn. En kan ik andere waarden kiezen. En als ik dan op OK druk, worden die doorgevoerd. Nou, er staat bij de groep slimme filters ook een laagmasker. Dus als ik dat selecteer, zou ik ook gewoon kunnen zorgen dat mijn slimme filters niet toegepast worden op dat stuk van de laag. En je ziet dat dit dus gewoon keurig en alleen in de achtergrond is. En ik kan nog meer filters toevoegen. Dan moet je wel even zorgen dat je laag geselecteerd staat. En ik kan bijvoorbeeld daar nog een curve overheen leggen. Waarbij ik het iets donkerder maak. Zeker in de hooglichten. Om het een klein beetje te temperen. Je ziet bij de groep slimme filters dat daar ook de curve bij staat. En ook die kan ik weer aan en uit zetten. En ook de hele groep slimme filters kan aan en uit. Het is natuurlijk wel allemaal beïnvloed door mijn masker. Dus als ik nu bijvoorbeeld via curve. Wat meer licht in het gezicht van het model wil brengen, dan kan dat niet, want het masker voorkomt dat. Dan zou je in dit geval een nieuwe aanpassingslaag moeten maken, of de laag dupliceren en daar weer met slimme filters aan de slag gaan. Maar in ieder geval, je kunt dus gewoon verschillende filters in je laag hangen. Ik voeg er bijvoorbeeld nog eentje toe. En laat ik eens heel cheesy kiezen voor een golfvervorming. Ik heb gewoon even wat waardes gekozen en uh, ja, ik moet even eerlijk zijn. Dit ziet er eigenlijk gewoon helemaal niet meer uit. Maar het gaat om het principe. Je ziet dat het golffilter ook gewoon bij de slimme filters is toegevoegd. En in dit geval zou ik erop dubbel klikken. Dan kom ik terug in het filter en zou ik het gewoon aan kunnen passen. En je ziet dat er ook gewoon een verandering in de foto plaatsvindt. En op deze manier kun je dus filters toepassen die je eigenlijk normaal keihard op de laag moet doen. Maar die kun je op deze manier toch gewoon op een niet-destructieve manier doen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!